Dus ik dus net op mijn werk. En er komt in één keer een boa binnen. En die begint vol in de zaak. Eerst trouwens tegen een klant te schreeuwen over parkeren, weet ik het allemaal. En daarna in één keer ja. En ik zie dat mijn personeel geen mondkapje draagt. Heb ik een melding over gehad. Vol in de zaak. Echt super asociaal, maar goed. Dus ik loop naar voren en ik zeg tegen Mirjam, maar meneer, ik val onder de uitzondering. En dat moet je kunnen aantonen. Dus ik zeg, nou, kunnen we even dit achter bespreken? Dus ik ga achter bespreken met hem. En ze brieven zien van SPQ en zo. Ik zeg, ja, dat zou in principe voldoende moeten zijn, toch? Ja, nee, je moet een doktersverklaring hebben met dit en dat, bla 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 bla. Ik zeg, ja, en daarna begint hij gelijk af, ja, en je kan je collega's ook wel besmetten, dit, dat. Ik zeg, nou meneer, ik heb geen symptomen, ik heb geen corona. En ik kom ook niet echt op drukke plaatsen, dus ik kijk echt wel uit hoor. Moet je je ook voorstellen dat het gebied waar ik in werk, alles staat trouwens open. Alle deuren staan open. En alles is met een soort van spatschermen neergezet. Dus echt besmettingsgevaar heb ik niet over, toch? Want als de Tweede Kamer geen mondkapje op hoeft als hun zitten, dan zou ik niet kunnen begrijpen waarom ik dat wel op moet, terwijl ik in een fucking aquarium zit. En het dus niet logisch is. Oh ja, daarbij. Ik heb totaal geen symptomen van corona. Dus ik zou ook niet weten waarom ik dan een mondkapje moet dragen. Ik neem mijn eigen risico wel. Ik ben het zo zat, hè. Er zijn een paar NSB'ers geweest die dus dus gebeld hebben dat ik geen mondkapje op heb. Nou, heb jij even een goede daad gedaan? Echt, wees super trots op jezelf als jij degene bent die gebeld hebt. Want je bent echt super sneu en super triest. En het is heel, heel erg voor jou dat je zo bang bent hiervoor. Maar je moet niet iedereen als een virus gaan zien. Want ik ben geen wandelend virus, want ik heb nergens last van. Er zijn hier 17 miljoen mensen en spontaan heeft iedereen corona. En moet iedereen een mondkapje op. Volgens mij moet je gewoon thuis blijven als je ziek bent, toch? Echt, ik ben het zo zat, jongens. Echt, we leven in een staat waar alles opgedwongen wordt, terwijl nooit bewezen is dat het werkt, veilig is of wat dan ook. Maar wij pikken dit allemaal nog met z'n allen. 17 miljoen mensen. Zijn wij even knettergek?